Jan-Willem. Goeiedag. De bekendste agent van Nederland, denk ik wel. Nou ja, denk het. Welkom bij een nieuwe vlog. Is er reden dat u loopt? Ga nu meewerken, anders wordt er geweld gebruikt. Duidelijk. Willem. Hoi, goeiedag man. Hoe lang werk je al bij de politie? 14 jaar bijna, dit jaar. Ik vind het leuk om buiten te zijn. Ik vind het leuk om in de auto te rijden, op de motor te rijden. Wou je vroeger ook al politie worden? Nou, het was voor mij eigenlijk gewoon een klein jongetjesdroom. Ik wilde vroeger heel graag bij de politie. Dus toen ik 18 was, denk ik, ik ga bij de politie solliciteren. Helaas de eerste keer wel afgewezen, maar daarna, een jaar later, mocht ik beginnen. Hoe kwam je op het idee om te gaan vloggen tijdens je dienst? Als politieagent, wat ik een heel mooi beroep vind en ik ben heel erg trots op, maar zag ik heel veel filmpjes op internet voorbij komen waar andere dingen over de politie filmden. Bijvoorbeeld dat we een bekeuring schreven of dat we geweld gebruikten. En daar vond iedereen wat van. En soms vond ik het zo jammer dat ik denk, ja, maar dat is niet het hele verhaal. Heeft u een rijbewijs bij u? Maar de volwassenen zitten hier altijd aan te kijken, wat is die agent aan het doen? Is hij gek geworden, zeg maar? En de kids die komen... Die weten al wie je bent? Ja, nou ja, even die willen in beeld. Maar je wou wat zeggen toch? Hij staat nu aan. Willem, ik hou van je en zo naar jou. Hoe heb jij eigenlijk geregeld dat je alles mag filmen? Politiewerk, daar heb je ook te maken met. Nou, mensen die iets fout doen, die mag je natuurlijk niet zomaar herkenbaar in beeld brengen. Nee, er zijn allemaal regeltjes en afspraken voor, zeg maar. Ja, want er is nog wel eens gediscussieerd over jouw vlogs. Ja, dat klopt, ja. Het was allemaal heel nieuw en ook erg voor ons zoeken en wennen. En gaandeweg hebben we dus ook inderdaad vragen over gehad. En toen zijn we het steeds gaan verbeteren. Nu gaat het goed. Ja, volgens mij doen we het nu goed. Mensen blurren. Mensen blurren inderdaad. En stemmen vervormen. Ja, sommige mensen, die komen in beeld. Oh, wanneer kan ik het terugzien? Maar dus ook als ze aangehouden worden. Ik heb dus ook al boeven, verdachtes gehad. Die na een wilde achtervolging, zeg maar. Gaaf, ben jij dat, Jan-Willem? En waar kan ik het terugzien? Dat ze heel graag in je vlog willen. Ja, ik weet niet of dat een heel goed teken is, maar dat gebeurt wel eens. Wat vind jij het moeilijkste aan je werk? Je had vroeger opstaan. Nee, dat is flauw. Want in jouw filmpjes gebeuren echt spannende dingen. Zo'n achtervolging en zo. Hoe is dat dan om dat mee te maken? Dat klinkt misschien wel raar, maar ik vind het hartstikke gaaf. Zeker als je anders een boef hebt. Maar het lijkt me soms ook dat je verdrietige dingen ziet. Ja, je ziet ook nare dingen. En als het echt moet, hebben we daar ook hulp van bij de organisatie om om over te praten. Nu was het de afgelopen periode ook best een moeilijke periode, in die coronatijd. Ja. En je moest je aan maatregelen houden. Nu is het netjes, maar zo zie je, het gaat heel snel, gaat het toch niet goed? Hoe was dat voor een agent? In de eerste twee weken waren mensen echt, sorry. En ze deden eigenlijk wat wij vroegen, van joh, neem afstand, ga weg, of moet maar op. Maar nu zijn ze het een beetje zat. En nu merk je dat mensen het wel zat zijn en dat er ook inderdaad, dat juridisch verhaal ook nog wel, dat je denkt, daar kun je nog over discussiëren, volgens zeg maar. Volgens de wetten en de regels. Dus dat maakt het werk soms lastig, omdat je op straat die discussie dus ook moet voeren. Is het gevaarlijk om politie te zijn? Ja, pas op. Ja, pas op. Ik denk dat het niet een heel gevaarlijk beroep is. Maar er zitten wel meer risico's aan als je op kantoor zit. Meneer, je bent bij deze aangehouden voor denk ik van winkeldiefstal. Mag ik even je armen spreiden? Ik heb wel eens gehoord dat bij de opleiding voor politie, dat je dan pepperspray moet uittesten. Heb jij dat ook gedaan? Ja, dat klopt. Krijg je het echt in je ogen gespoten? Krijg je het echt in je ogen, ja. Het is niet leuk, het doet pijn, zeker, ja. Maar het is wel goed om te ervaren, denk ik. Zeker omdat je weet wat je een ander aandoet. Dus, want dan weet je, als ik het nu bij die verdachte doe, of bij die boef, dan weet je ook van, dat voelt hij dat. Heeft hij zelf al een keer wat gestolen? En nu begint het verhoor. Nu begint het verhoor, inderdaad. Nou, misschien heel vroeger als jeugd een snoepje gestolen heb en dat soort dingetjes, geloof ik. Ik heb wel een keer een halsstraf gehad. Toen had ik, toen was ik, denk ik, 15 of 16 misschien wel. En toen had ik een dag van tevoren hadden we vuurwerk, voor oud en nieuw. En ging mijn broertje ging de vuurwerk afsteken. Ja, toen kwam de politie. En toen moest ik een dagje in de halt. Maar zelfs dan kun je dus nog bij de politie. En je moet eerlijk zijn. Wie ben je? Wat heb je gedaan? Hey, lopen! Heb je nog tips hoe je politieman of politievrouw kan worden? Zorg dat je geen strafblad krijgt. Zorg ook dat je een beetje sportief bent. Nou, misschien zitten er nu een paar te kijken. Kom bij ons werken. Zeg, we hebben er heel veel nodig de eerstkomende 5 jaar.